Wat is het gevaarlijkste dier ter wereld? Vanuit Artcube in Gent. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Ik ga jullie bang maken, want ik ga met jullie op zoek naar het gevaarlijkste dier op onze planeet. En als ik aan jullie zou vragen wat is nu het gevaarlijkste dier, dan zou ik horen olifanten, tijgers, leeuwen, slangen, zijn jullie bang? Nee, het is een kleiner dier, een heel klein dier. Ik zal al een tipje van de sluier oplichten. Er zijn Nederlanders die een val gemaakt hebben voor dat gevaarlijkste dier. Een val waar geur uitkomt van Limburgse stinkkaas en zweetvoeten. Welk is dat gevaarlijkste dier nu? Als ik jullie vraag van welk dier zijn jullie bang dat in jullie huis zit, dan hoor ik ja, spinnen. Jullie zijn allemaal bang van spinnen. Zijn dat zo'n gevaarlijke dieren? Spinnen Kunnen spinnen bijten? Nee, in België kunnen spinnen niet bijten. Behalve twee exemplaren. Er zijn er wel twee die kunnen bijten. Dat is de grote oeverspin en de roodwitte celspin. Vooral die laatste heeft een vervelende beet, want je krijgt er zo twee gele vlekjes van. En je wordt daar duizelig van. En je, ja, je, je voelt je daar niet goed van, maar je gaat niet sterven. Ja. Die gevaarlijke spinnen waarvan je kan sterven, die zitten in Brazilië. Bijvoorbeeld de Braziliaanse zwerfspin. Als je daardoor gestoken wordt, dan ga je maar beter meteen naar een ziekenhuis. Want daarvan kan je inderdaad sterven. Of de vioolspin, die zit in Florida. Dat is ook zo'n vreselijk beestje. En een van de tien gevaarlijke spinnen op de hele wereld. Want er zijn veel meer spinnen dan dat. Nu. In België zitten ook wel gevaarlijke spinnen. Hè? De zwarte weduwe kunnen we hier ook tegenkomen. Vervelende beet, maar niets aan de hand. Nu, als spinnen dan niet zo gevaarlijk zijn, welke dieren zijn dan wel gevaarlijk? Misschien andere spinachtige. Teken. Waarschijnlijk zijn er hier bij jullie veel mensen die al door teken gebeten zijn, die vreselijke diertjes die zich met hun hoofd ingraven in je huid en dan je bloed uit je huid zuigen, en zodanig dat hun lichaam opzwelt. Maar belangrijk ook is dat die eigenlijk vieze beestjes, Borrelia, in je huid inbrengen, waardoor dat je ziek kan worden. Daardoor kan je de ziekte van Lyme krijgen of tekenencefalitis kan je krijgen. Sterf je daarvan? Ja, daar sterven af en toe mensen van. Maar nog altijd niet het gevaarlijkste dier op onze planeet. Nee, dat gevaarlijkste dier maakt elk jaar 500.000 slachtoffers. Wat kan dat nu zijn, dat gevaarlijkste dier? Ja, wespen, bijen. Waar zijn die zo gevaarlijk? Iedereen kent al iemand die een vervelende wespensteek gehad heeft. Vooral als je in de zomer op het terrasje zit met een blikje frisdrank. En er glipt een wesp in dat gleufje en je drinkt ervan, ja dan kan die je steken in je keel, ja en dan kan je stikken. Maar er zijn geen 500.000 mensen die elk jaar stikken daardoor. Dus het is nog een ander dier. Ja, de welke? Horzels, dazen, zijn vreselijke beestjes, omdat de daas die bijt, de horzel die bijt zelfs niet. Maar, ja, het zijn vervelende vlekken op je huid, maar daarvan sterf je ook weer niet. Mieren en vlooien, ja, die kunnen ja, je huid wat openmaken. Er kunnen, kan mierenzuur in, in, in terechtkomen. Vlooien kunnen ook vervelende beten geven, maar daar sterf je niet van. Wisten jullie dat er in je huis ook bedwansen kunnen zitten? Het zijn ze van die kleine beestjes die in je bed vooral zitten? 5 tot 7 mm groot. En die gaan eigenlijk gaan bijten in de buurt van je bloedvaten. Je krijgt er zo van die grote rode vlekken van overal. Maar je sterft daar niet van. Ha, welk is dan nu het gevaarlijkste dier? Wel, de mug. De mug is niet alleen een vervelend dier op een zomeravond, maar vooral muggen kunnen je besmetten met plasmodium. Plasmodium is een protozoom, een eencellig diertje, dat je echt wel heel ziek kan maken. En erger nog, kan doen sterven. Er zijn 200 verschillende soorten Plasmodium, maar er zijn er maar vier die echt heel vervelend zijn voor de mens. Je hebt de Plasmodium vivax, je hebt de Plasmodium falciparum, je hebt Plasmodium ovale en je hebt dan nog Plasmodium malaria. Vier verschillende soorten die al of niet aanwezig zijn in muggen. Wat gebeurt er daarmee? Die plasmodium gaat in je cellen kruipen, daarom dat je ook geen vaccin kan maken tegen die ziekte. Nee, want je vaccin gaat alleen maar buiten de cellen werkzaam zijn en die parasieten zitten in je cellen, in je rode bloedcellen bijvoorbeeld. En wat gebeurt er nog? In Afrika is er een ziekte die je gaat beschermen tegen malaria. Sickelcelanemie. Niet als je de ziekte hebt, maar als je drager bent, dat wil zeggen dat maar één van de twee chromosomen waar het dat kan op zitten aangetast is, dan ben je drager, dan heb je de ziekte niet. Wel, dat gaat je beschermen tegen malaria. En daardoor, door de eeuwen heen, is het gekomen dat mensen die eigenlijk vooral kinderen die drager zijn, van sikkelcelanemie niet zullen sterven. Terwijl kinderen die geen drager zijn en op jonge leeftijd besmet worden met malaria, die zullen sterven, of 20% tenminste, van de kinderen sterft op zeer jonge leeftijd aan malaria in die landen. Als je natuurlijk je twee chromosomen hebt die besmet zijn, of die drager zijn van sikkelcelanemie, op dat ogenblik sterf je eigenlijk door de ziekte. Nu, dat is in Afrika. Maar in België komt daar malaria voor. Ja, af en toe is een verdwaalde mug die met een passagier meekomt en op avond hem, ja in de vrije lucht komt en daar mensen besmet. 1980 was het laatste geval dat we weten dat er in België ooit één iemand op zo'n manier besmet geraakt is. Maar wisten jullie dat honderd jaar geleden malaria gewoon normaal was in België, vooral eind van de Eerste Wereldoorlog. Ja, mensen waren een beetje onderkomen, maar vooral omdat de gronden in de polders door de oorlog enorm afgezien hadden, niet bewerkt waren en die muggen konden daar gaan leven. Niemand wilde nog in de polders gaan werken, niet in het waasland, niet in de kust. Want men kreeg daar een vreselijke ziekte, de moeraskoorts werd dat genoemd. Wel, dat was malaria. Maar eigenlijk bestaat die ziekte nu niet meer in ons land. Hoe komt het? Vooral omdat door pesticiden en meststoffen, ook kunstmatige meststoffen, die beestjes allemaal uitgeroeid zijn. Ik zie jullie nu kijken van ja. Oké, okay, maar als we nu iedere keer alle muggen op de wereld zouden uitroeien. Geen vervelende muggen steken meer s'nachts. Geen gezoem meer van die muggen. Maar vooral geen malaria meer. 500.000 levens per jaar gered. Toch geen goed idee. Want die beestjes horen bij de voedselketen van heel wat andere dieren. Vooral vissen, reptielen. Maar ook kleine vogels gaan zich voeden met die muggen. Dus geen goed idee om muggen allemaal uit te roeien. Wat moeten we dan doen? Vooral ons beschermen als we op reis gaan. Niet alleen muggenmelk meenemen om die beestjes weg te houden, maar ook en vooral een muggennet gebruiken als we gaan slapen. En vooral medicamenten innemen als je op reis gaat, zodanig dat als je toch gestoken wordt door zo'n mug, dat je meteen die plasmodium kan aanvallen. Dus het is niet de leeuw. Het is niet de tijger, maar het is de mug dat het gevaarlijkste dier op deze wereldbol is.